We zijn deze dagen niet alleen bezig met het verdelen van geld, maar ook met het vertrouwen van mensen in politiek en in deze regering en in dit parlement. En wat moeten die docenten denken die al jarenlang worstelen om goed onderwijs te kunnen blijven geven, die nu soms 60 kinderen in hun klas hebben? Dat we eigenlijk zeggen, eerst moet die cao er komen en dan gaan wij als politiek pas handelen. Dus het gaat mij niet om het incidentele, het structurele, hoe hoog het bedrag precies is, maar dat we weten wat onze verantwoordelijkheid is als politiek. En dat is dat we nu moeten optreden om het lerarentekort terug te dringen. En niet eerst de docenten weer, eerst moet er een cao komen en dan dat wij pas over de brug komen. Dat is toch een rare manier van denken. Dat spreekt wantrouwen uit.